Het is vandaag 10 november en we gaan nu een foto maken van onze tuin. Dit is de Vibrium Tinus. Hier hebben we de Acuba. Hier hebben we de bonte konoele. Met zijn mooie rode takken in de winterdag. Nu lopen we naar de pad bij de schuur. Dus het looppad. De achterkant toe van de woning. Hier hebben we nog een korenbloem die volledig in de bloei staat. Dan hebben we nog wat heide. Hier hebben we nog een klein herfstastertje. Een schoenlappersplantje. Ook hebben we nog een mooie bloeiende dahlia. Hier hebben we nog een mooie lupine erin staan. En het mooie bonte blad wat er ook nog staat. Daarnaast staat de fuchsia. Hier hebben we ook nog een hosta die nog een beetje in de bloei staat. We hebben hier ook nog de zonnehoedbloemen. Ook nog mooi in de bloei. Hier hebben we ook nog een bonte huls. Hier staat de schoenlappersplant. Rhododendron. En nog meerdere bloeiende dahlia's. Dit is de zonnehoed. Dan hebben we hier ook nog een schimmia. Tevens hebben we hier nog een struikroos die in de bloei staat. Hier hebben we nog meisjesogen die ook nog in de bloei staan. En natuurlijk ook de mooie herfstanemonen. Bonte blad, wat in de groen blijft. Nog meer bontblad. Kijk eens aan. Het is allemaal niet te filmen. Hier hebben we de prachtige camellia met zijn mooie knoppen.
Dan hebben we ook nog de hortensia. En wat dacht u van de petunia? Ook nog heel mooi in de bloei. Hier hebben we natuurlijk nog meer van die mooie herfstanemonen. En nog meer bontblad. En nog een meisje zo. Hier nog een hele mooie lupine staan. Hier hebben we nog een hele mooie. Die bloeit midden in de winter. Nog een eendagsbloem. Dat mogen we ook niet vergeten. Hier hebben we wel een hortensia. Dit is ook zelf een hortensia, maar die krijgen al zo'n herfstkleuren. Hier hebben we de groenblijvende brem. Hier hebben we nog een acuba. En hier hebben we nog een bloeiende hebe. Nog een klein bloeiend chrysantium met viooltje erbij. Winterharde violen. Nog een mooie petunia. Dit is de mooie winterharde azalea. Die van voorjaar weer gaat bloeien. Hier hebben we de Pyrus japonica. Ziet er ook mooi uit. Ja, al die bladeren, dat is natuurlijk een mooi winterherfstdek en gratis voeding voor onze tuin. Beter kunnen we niet hebben. We krijgen het gratis van de natuur. Allemaal voor niets. Gratis kunstmest. Hier hebben we nog een pompoendalia. Zag je ook op zijn eind, maar ja, het bloeit toch allemaal nog. Nog een leuk eendagsbloemetje. Hier hebben we nog een camellia. Mag er ook zijn. Hier nog een wit petuniaatje met een winterhard viooltje. Ja, zo staan er al meerdere in de tuin. Hier hebben we nog een herfstassertie, ook heel leuk. De vlok die begint ook toch aan op zijn eind te raken, maar hij is er nog wel. Nog een mooie bloeiende passiebloem. We hebben hier nog een mooie clematis, die is ook zachtjes aan op zijn eind. Maar ja, dat is ook de tijd van het jaar. Hebben we hier nog een bloeiende korenbloem. Hier begint de Italiaanse anuskelk al mooi te groeien. Zodat die van voor je kan bloeien. Hier hebben we de Hydra, klim op. En de Comprapoelie er tussendoor. Dan hebben we hier nog een stel meisjes over. Ook heel mooi. Er zitten ook nog een paar weggekropen eendagsbloemen. Kijk eens aan. Dan hebben we nog een tuingeranium.
Hier hebben we de Buttelea vlinderstruik. Dit is het terras aan de achterkant bij de woning. Hier hebben we het looppad bij de woning, wat naar de schuur toe gaat. Zo ziet het in zijn totaliteit wel beter. Dan lopen we naar de achterkant toe, naar de zijkant. Hier hebben we vijfduimertjes. Ja, het ziet er allemaal herfstachtig uit, maar ja, dat is nou helemaal de tijd van het jaar. En het is toch allemaal toch prachtig. Ondanks al die verkleuringen, die kleurscharkeringen die je er allemaal in hebt zitten. Ik vind het heel mooi. Maar ja, dat is allemaal persoonlijke smaak. Hier zie ik zelfs nog iets heel moois. Hier begint de maagdenpalm al te bloeien. Kijk eens aan. Die hebben we er ook mooi op staan. Hier komen we aan de voorkant, klein voortuintje, zit op de noordkant, dus niet zoveel zon, maar er groeit nog wel wat, zoals onder andere deze mooie schimmia, doet het ieder jaar weer schitterend. En hier hebben we nog een paar van die mooie schimmia's, kijk eens. Natuurlijk ook nog wat bont blad om de winter mooi op te fleuren. Zo. We hebben nog wel meer. Zo. Hier hebben we de bonte hulst als kroon op het werk. Dan gaan we naar de Siebestraat aan de voorkant. Ja, het gras is kunstgras. Dat ligt al ruim 30 jaar. Maar daar hoeven we de rest niet veel aan te doen. Eens per jaar schoonmaken met schoonmaker zijn. 1 liter met de plantenspuit eroverheen en het blijft ook goed. Hier hebben we de Portugese kijkjes. Hier onder het raam liggen kinderkopjes. Het blijft allemaal mooi zolang als je maar een beetje schoon houdt. Dit is de zijkant bij de buren. Zo, pakken we nog een keertje van de andere kant. Kijken of we hem een beetje in zijn totaliteit kunnen pakken. Lukt ook aardig, zo. En dan gaan we nog ene kant. Zo, het zijtandje nog een keer. En dan hebben we ook nog de zijkant bij de buren. Allemaal mooi groen, want daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. Het moet allemaal groeien en bloeien. Al is het winter, dat maakt niet veel uit. De tuin kan niet vol met bloemen staan om deze tijd van het jaar, maar ieder bloemetje wat erin staat is meegenomen. Zo, hier proberen we nog een stuk van de achtertuin te nemen, van de hele tuin, maar de tuin is 120 vierkante meter, dus in ene keer lukt dat niet. Vandaar dat we dat maar een twee keer moeten doen. Nou, dat lukt toch aardig, dacht ik zo. Kijk eens aan, we hebben hier ook nog wat in een hoekje staan. Meisjesogen, een gewone struikroos. Hier hebben we nog de klimroos. Hebben we hier nog lavendel. En nog een camellia. Nou, dat was het dan zo'n beetje voor deze twee keer. Hopelijk tot de volgende keer. Ik hoop dat u genoten hebt van deze rondgang. Deze mag ik toch niet vergeten. Kijk eens aan, hier hebben we nog een knop in de rozenstruiken.